C47 voorzitter Robbie Berenstein constateert dat er veel onduidelijkheid is vanuit de zijde van de overheid over de verhoging van stroomtarieven. Hij sprak vanmorgen tijdens een bijzondere assemblee van de arbeid over de tariefsverhogingen bij de energiebedrijven Suriname EBS. De vakbondsman denkt dat er ook veel oneerlijkheid in het spel zit bij de bepaling van de tarieven. En er is zoveel onduidelijkheid, zoveel oneerlijkheid op dat stuk. En wij zijn in geen geval, want dat is natuurlijk dat ik denk, zoveel verspilling. En wij zijn in geen geval van plan daarvoor te betalen. Dus de bedoeling is in ieder geval dat we vandaag, want die staan informatie bij inkomsten. P. Wordt die informatie over zang naar precieze stand van zaken in een sector. Zang de argument dat ze kunnen met factor meegeven in baseren schrijven om te zeggen van wij zijn hier tegen. Maar dat moet vooraf duidelijk zijn. Berenstein zegt dat C47 vooral tegen de verhoging is vanwege de hele wijze waarop de prijzen worden aangepast. Hij constateert dat de staat inhoudelijk en procedureel tal van steken laat vallen. De openbezing en onderzoek dat weer nog vast niet, ik agree, dat de wetten zou op de papier staan. Maar in ieder geval, de bedoeling is dat u de informatie krijgt, de bedoeling is verder. Dat u alles vraagt over wat onduidelijkheid is, of wat onduidelijk is. En dan gaan we vervolgens op twee niveaus besluiten nemen. Ja, maar informatie zijn u aan die een, u aan die spanning, die is maar niet. Daarin. Mijn vrienden vakbonden, die daar donderdag, de bedoeling is dat Tamara, we komen bij elkaar, dat we lukken, zo'n methode we hanteren, verder. Berenstein benadrukt dat er strijd gevoerd zal worden tegen een oneerlijke verhoging van elektriciteitstarieven. De wetenschappers Paul Amirali en Edmund Neus hielden presentaties waarbij de prijscalculaties van elektriciteitstarieven onder de loep zijn genomen.